Yo, match op een Absol. Absol. Level 18. Oh, dat past prima in het team, joh. Yo, Nintendo fans. Ik heb het koud. Dus daarom heb ik even een kleedje om me heen. En we zitten alweer in de volgende aflevering van Pokémon Brilliant the Shining Pearl. En ik zie dat hier Team Galactic ook in Eternal City is aangekomen. In de vorige aflevering hebben wij een Shellos gevangen. Ja, ja, ja. We hebben de vijfde Pokémon voor ons team. En als je mijn team vet vindt, doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dit een leuke serie vindt. Want dan mis je geen enkele aflevering. Als je even een belletje aanzet. Hey, zo te zien kunnen we hier straks een fiets gaan fixen. Oh, kijk. Dit gaat over de Grand Underground. We krijgen de Explorer Kit. Daarmee kan je dus naar de Grand Underground toe. En daar kan je best wel vette Pokémon halen. Oh, oh, wacht even. Oh, het gaat ook gelijk los. We gaan ook gelijk naar de Grand Underground. We krijgen even een lesje. Nou, oké, we moeten dat dus doen. De Explorer Kit staat bij de key items. Oh, dit gaat allemaal vanzelf. Ik kan niet eens weigeren en we vallen keihard door de grond. Hey, dit is Rourke, die is hier. Die zegt, is het je eerste keer hier? Welkom in de Sinnoh's Grand Underground. Dit is een netwerk van tunnels, grotten en nog meer spelonken onder Sinnoh. En je kan hier alles doen wat je wil. Je kan bijvoorbeeld naar fossielen gaan jagen of naar schatten. Of je kan je eigen geheime base maken. We moeten met de underground man praten om meer te leren hierover. En met I gaan we weer terug naar boven. Oké, Rourke gaat dus terug naar boven. Hallo, ja, ik ben hier in de Grand Underground en ik loop rondjes. Ik loop de hele dag rondjes. Kan ik hier ook al iets gaan doen of kan ik nog helemaal niks gaan doen? Oh, kijk! Hier, Bidoo! Bidoo, Bidoo! En een Cricketoad en Psyduck en Rhyhorn. Ah, ja! We kunnen allemaal nieuwe Pokémon gaan vinden hier. Hier heb je dan weer allemaal grotjes. Even kijken waar we naartoe kunnen. Wacht, we gaan even hier naar boven. Joh. Oh, maar zitten hier dan ook weer allemaal andere Pokémon? Ja, joh! Jeetje, je kan heel je team customizen, man. Kijk, Lickitung, Skorupi. Wacht even, Lickitonky. Ik wil nog niet battelen. Wat lachen dit, joh. Kijk, en nu staat ook op je map wat voor soort omgeving dat is. Hier hebben we nog een omgevingkie. Yo, match op een Absol. Absol. Zou die zeldzaam zijn, Absol? Hier is ook een Bidoo. Yo, maar Absol is wel vet. Hallo. Yo, een wilde Absol. Welk level is deze wilde Absol? Ik ben bang. Ik ben bang dat hij level 40 is of zo. Level 18. Oh, dat past prima in het team, joh. Double team. Oké, okay, let's go. Ik ben benieuwd. Zal ik hem in één keer slopen? Ik denk het niet, toch? Nee, joh. Ah, we missen hem ook. Oké, nog een poging. Nu raken we hem wel. Oké. En nog een tikkie. Lekker. Oké, we gaan hem vangen. Maar ik ga wel eerlijk zijn. Ik gebruik bijna nooit steentype Pokémon. Dus Rocky denk ik dat we niet gaan houden. En ik gebruik eigenlijk ook bijna nooit Dark-type Pokémon, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Absol, wat ben je aan het doen? Moet ik je even in een Duskbal vangen anders? Ik bedoel, het is hier toch donker. Let's go. Duskbal erbovenop. 1. 2. 3. Ja, oké, okay, we hebben Absol. Zo, dat ging wel even lekker met de XP trouwens. Holy moly, joh. Een coole nickname voor Absol is natuurlijk Blade. Binnenkort komen de nieuwe Marvel films uit van Blade. En ik heb daar zin in. Ja, en dat is de ideale nickname voor Absol. En Blade zit gelijk in onze party. Dus nu hebben we gewoon een volledig teampie eigenlijk, jongens. Alleen ja, gaan we nou dit teampie helemaal houden met Rocky en Blade? En wordt dit het definitieve team? Ik denk het niet. Ik vind het wel leuk. Ik ga echt verdwalen hier. Hey, Ductrio. Wow, 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 ik heb iets gepakt. Wat heb ik gepakt? Oh, wacht even. Nu staat daar linksboven 3 van de 40. Blijkbaar moet je Diglett's en Ductrio's gaan zoeken, denk ik. Hey, hallo. Wat doe jij hier? Ik ben Reggie. Ik ben super excited. Hij is op zoek naar statues, naar beeldjes. Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Ik wil ook die beeldjes, want met die beeldjes kan je volgens mij gaan shiny hunten. Volgens mij is shiny hunten hier het makkelijkst in de game. Wat is dit voor omgeving? Hey, Bidoofy. Yo, Swablu. Oh, oh, jongen, rustig. Hier hebben we een Swablu. Ja, en dit is gewoon een draakpokémon, hè. Dit is bizar. Of is die nu nog geen draak? Ik weet niet. Als die evolueert, is die in ieder geval wel een draak. Let's go. Hij laat het lekker mistig worden. Shiny Swablu is trouwens wel vet. Die is goud. Dat is echt een coole Pokémon. Maar deze Swablu is alvast down. Ah, oh, ik ga hier zo hard verdwalen, jongens. Abu gaat al naar level 23. En hier ligt een Pokéball. TM87 Swagger. Dat ga ik niet doen. Daarmee maximize je je aanval. Alleen raak je wel confused. Kijk, hier is Gastrodon. Oh, dit wou ik helemaal niet. Ik wou helemaal niet met Gastrodon battelen. Hé, hey, nog een Ductrio. Nice. Ja, we moeten maar eens gaan uitzoeken hoe dit precies werkt. Want ik heb me daar echt nog niet in verdiept gewoon. Ik vind het wel leuk om even al deze gebiedjes te gaan checken. Hier zit weer een Bidoo. Wat zit hier dan nog meer?
Combi. Nee, hoef ik niet. Oh, Gascoon hoef ik ook niet. Oké, hier kunnen we wel weer uit. Yo, we gaan al die gebieden checken, jongen. Ik ben echt zo benieuwd. Hier beneden zit nog een omgevingkie. Wat hebben we hier? Wow, Houndoom. Ja, maar ik heb al een vuurtype Pokémon. Dus ik hoef geen Houndoom. Maar oh my gosh, dat is wel vet. Houndoom is wel sick. Pachirisu loopt hier ook nog. Jemig. Wat is daar? Nog een Pachirisu. Yo, Diglett. Hallo, mevrouw. Hallo, ik ben Adrienne. Super tof om hier fossielen te jagen en opnieuw Pokémon tegen te komen. Ja, dat vind ik ook. Hé, hey, nog iemand. Oh, hier kunnen we uitrusten. Thanks, dan worden mijn Pokémon even geheeld. Oké, wat is dit? Dit is de Spacious Cave. Oh, jeetje, Beniri. Oh, jongen, ga eens weg. Geodudes. Bedeus. Ik heb zo'n gevoel dat er later nog sterkere Pokémon hier komen te zitten. Nu komen we nog een beetje standaard Pokémon tegen, behalve die Houndoom. Dat was wel echt sick. Oké, wie zit hier? Geodudes, Onyxius, een Pokéball, TM04, Skorupi weer. En dat was het. Ik voel echt zo'n dikke hype voor de Underground, jongen. Ik vind het echt lachen. Oh, hier zie je een heel overzicht wat hier allemaal te vinden is. Kijk hoeveel er nog te vinden. Oh! Maar helemaal rechts staat een groot vraagteken. Ik ben wel benieuwd wat dat grote vraagteken is. Of dat een grote gebied is. Of dat daar hele boeiende Pokémon zijn. Wow, dikke vulkaan, jongen. Maar wel allemaal dezelfde Pokémon. Geodudes en Skorupis en Onyxies. Houndoom zie ik daarboven ook weer. Ja, hier komen sowieso later nog vettere Pokémon. Kan niet anders. Oh, dit is ook weer een Spacious Cave. Dus dit is eigenlijk zo'nzelfde grot als waar ik net was. Ik ben ook benieuwd of dat dan elke keer verandert. Stel, ik ga nog een keer naar de Underground. Of dat dan heel de Underground anders is. Oké, ik ga even weer naar boven. Yo! We krijgen een reward van hem. Een Red Sphere S. Nou, dankjewel. En hij zegt, er zijn inderdaad een paar Pokémon die je normaal niet boven de grond kan vinden. Als je meer wil weten, bezoek mij. Hé, ik wil sowieso meer weten, man. Leg me alles uit over die Underground. We zijn nog maar een kleine novice spelunker. Er zijn heel veel dingen daar verstopt. Maar we moeten dus wat geheimpjes, wat treasures voor hem gaan opgraven. Aha! En deze man zegt, als je gaat graven, dan kan je wel wat donkere stenen tegenkomen. Die zijn heel hard. En als je die blijft slaan, dan stort heel de boel in. Oké, ik zal proberen te onthouden. Oké, dus we moeten nu naar die gele stipjes. Dat is dan hier ergens. En als we een stipje hebben gevonden, moeten we op A drukken. Maar ik vind hier niks. Oh, wacht even. Ik heb ook nog een radar. Ah, kijk. Dan moeten we de radar af laten gaan. En dan... Oké. Dat doe je door op R te drukken. Dan laat je de radar afgaan. En dit is blijkbaar de minigame. Dit is de Explorer Kit. Digging for fossils. We hebben een hamer en een... pickaxe soort van. Dat is ook een hamer, maar een iets scherpere hamer. Oké, let's go. Dit moeten we denk ik hiervoor gebruiken. We moeten nu dingetjes gaan zoeken. Oké, dit is één ding. Zit hier ook nog iets dan? Nee. Oké, gaan we hier even kijken. Ja, hier. Oh, dit is een grote. Let's go. Ja, lekker. Oké, dan moet er dus ergens nog één zitten. Die zal al hier ergens zitten, denk ik. Volgens mij gaat het bijna instorten allemaal, of niet? Oké, het is ingestort. Nu hebben we een Hearthstone en een Green Sphere L. Oké, dit is wel grappig. Oh, hier kan je zoveel uren in kwijt zijn, jongens. Echt niet normaal. Oké, laten we er nog één proberen. Oeh, ik heb hier al één gevonden. Super. Yo, dit ziet er wel cool uit. Wat is dit? Is dit een beeldje of zo? Dit is een Dragon-type beeldje. Het lijkt ook wel een beetje op een Charizard eigenlijk. Dus even kijken waar die andere moet zitten, hoor. Altijd twee tikjes geven. Ja, kijk, hier zit die andere. Lekker. Nice. Hoppakee. Ja, dan zijn we klaar. Ja, we hebben alles gevonden. Maar wat was het? Een Blue Sphere L en... Maar wat was het andere dan? Ja, kijk. Een Pretty Stone Box. Hier krijg je dus zo'n beeldje van, denk ik. Volgens mij hebben we een vette ook nog gevonden. Oh, kijk dan. Een Altaria statue. Jongens, dit wordt vet verslavend. Laat even in de reacties weten of jullie dit leuk vinden. Moet ik dit vaker doen? Is dit wat jullie willen zien? Hier zitten vier dingen onder. Hier is er bijvoorbeeld al één... Top, die hebben we. Hier is de tweede al. Ja. Een elektrisch boxie. Zit er hier in de hoek nog iets? Nee, oké. Waar zitten de rest dan, joh? Er zitten toch vier hier zo? Hier zit er nog één. Kijk, die kunnen we nog pakken. Top. Ja, hier ergens moet er wel één zitten. Kan niet anders. Maar het is weer ingestort. Oh, nee. Een groene sfeer L, een blauwe sfeer S. En zo'n elektrisch boxie. Ah, wat is dit dan? Wat is dit? Is het een Pikachu of een Raichu? Het is een Rotom.
cool. Ik heb het eventjes opgezocht. En met die beeldjes kan je dus de spawns verhogen van de Pokémon die op het beeldje staat. Dus plaats je allemaal Altaria beeldjes in jouw secret base. Dan verhoog je dus de kans dat je ook echt een Altaria gaat vinden hier ergens. En die counter daarboven met die Diglets, daarmee verhoog je de kans dat je een shiny Pokémon vindt. Dus die combinatie zorgt ervoor dat je goed kan hunten hier in de underground. Hoppakee. Oké, hier lagen maar twee dingetjes en we hebben het gevonden. Een Prism Sphere S en een Red Sphere S. Dus twee kleine dingetjes. Dit is gewoon Minecraft, jongens. Oké, we gaan naar boven. Yo, ik heb allemaal dingen gevonden, joh. We hebben een Digger Drill gekregen. Daarmee kunnen we in de muren drillen in de Grand Underground. Ah, en met die drill kunnen we dus een geheime basis gaan maken. Oké, ik ga hier mijn basis maken. Boren! Vet. Oké, laten we naar binnen gaan. Kijk, en dan kan je hier dus de beeldjes gaan plaatsen die je net hebt gevonden. Dus we hebben hier een Altaria en we hebben een Rotom tot nu toe gevonden. Het is nog niet heel veel, maar op deze manier kan je dus gewoon je geheime basis gaan vullen. Dus nu is de kans groter dat er Dragon-type Pokémon spannen. Dus het gaat dan niet zozeer dat er meer Altaria spannen, maar wel meer Dragon-types. Oké, ik zie Zubat. Zubat zou willen dat hij een Dragon-type was. Oké, laten we nog één zo'n glinste plekje nemen. Ik vind dit echt zo verslavend. Oké, hier moeten drie dingen zitten. Niet daar. Niet daar. Jeetje, ik vind helemaal niks hier. Dit is niet best. Waar is alles? Ik heb helemaal niks gevonden. Ja, maar zo kan ik niet afsluiten, jongens. Dit kan gewoon niet. Nog eentje dan. Hier zitten weer drie dingen. Oké, dit is de eerste. Zo, die is wel echt huge. Oké, hier is de tweede. Waar is de derde, jongen? Ja, daar is de derde. Kan ik hem nog pakken? Oh, nee! Wat was dat? Dat zag er echt uit als iets bijzonders. Jongens, als je weet wat dat was, laat het even weten in de reacties. Want volgens mij was het echt super bijzonder. Doe een duimpje omhoog en abonneer. Want de volgende video gaan we gewoon weer lekker verder met ons Pokémon-avontuur. Maar dit was even een uitstapje. Ik vond dit gewoon leuk. En ik heb het nog steeds koud. Dus, mazzel!